Hallo, hierbij laat ik zien hoe je een document in secties kunt verdelen en waarom dit soms erg nuttig is. Zo heeft dit notulenverslag kolommen bijvoorbeeld, midden in het document. En ten tweede heb ik hier een pagina die breder is dan de andere pagina's. Dit is erg nuttig met bijvoorbeeld een extra brede tabel. Hoe doe je dat nou? Allereerst is het handig om de niet afdrukbare tekens zichtbaar te hebben. Dat kan hiermee. Dan worden de verborgen opmaakcodes zichtbaar. Dan zie je wat je doet. En dan nu de secties aanbrengen. Daarvoor moet je zijn bij pagina-indeling, eindemarkeringen. Hier kun je kiezen uit 3 soorten pagina-einden en 4 soorten sectie-einden. Deze twee worden het meest gebruikt. Voor mijn doel kies ik voor doorlopend. Hier zie je de verborgen opmaakcode van de sectie-einde. En dan hier, op de laatste regel van het stukje document waar je een sectie van wilt hebben, herhaal je de procedure. Dit is de nieuwe sectie. Hiertussen kun je kolommen maken. Je blijft bij pagina-indeling en kies kolommen. Je kunt hier standaard 3 kolommen kiezen, maar ik wil er 4. Ik ga naar meer kolommen en kies hier 4. Nu valt op dat een paar namen op 2 regels staan. Je kunt de ruimte tussen de kolommen aanpassen. Op de lineaal kun je dit doen. Je sleept dit naar de gewenste breedte. Als je een tekst selecteert, dan rechtstreeks kolommen kiest, worden doorlopende sectie-eindes automatisch toegevoegd. En dan nu 1 bladzijde liggen maken. Je ziet dat deze tabel veel te smal is. De cijfertjes staan onder elkaar in plaats van naast elkaar. Daarom ga ik deze bladzijde verbreden. Hiervoor ga ik eerst sectie-eindes aanbrengen. Nu moet de volgende pagina gekozen worden. Zet dan de cursor op de plek waar de sectie moet eindigen. Deze pagina is nu een apart deel van het document geworden. Ik kies nu afdrukstand liggend. Zie je het verschil? De tabel is automatisch breder geworden en de getalletjes staan nu op 1 regel. Als ik een sectie-einde weghaal, worden alle pagina's liggend. Tot slot demonstreer ik nog even een andere reden om sectie-eindes te gebruiken. In dit document ga ik kop- en voetteksten plaatsen. Bij het begin van ieder hoofdstuk moet de titel van het hoofdstuk komen te staan, afgewisseld met de naam van het document. Hierboven dubbelklikken en dit aanvinken. Let hierbij op het volgende. Als ik er eerst iets neerzet en het dan aanvink, dan wordt je koptekst verwijderd. Let dus op, eerst aanvinken, dan plaatsen. In dit geval de titel van het hoofdstuk. Hiervoor moet ik zijn bij snel onderdelen veld. En dan de S intypen van StyleRef. Waarbij ik hier kies voor kop 2. Mijn hoofdstuk is namelijk een kop 2. De hoofdstuktitel. En hier komt de naam van het document. Daarvoor ga je naar Info over document. Bestandsnaam. En voilà, de naam van het bestand. Bij het volgende hoofdstuk staat de documentsnaam en niet de hoofdstuknaam. Daarvoor kun je sectie-eindes gebruiken. Een sectie-einde voor ieder hoofdstuk zetten. Door middel van zoeken
kun je heel snel sectie-eindes voor ieder hoofdstuk zetten. Kies hier kappen. Hier kun je heel snel en gemakkelijk naar ieder hoofdstuk gaan. Je klikt een hoofdstuk aan en je bent er. Automatisch staat de cursor voor de eerste letter. En dan nu de sectie-einde aanbrengen. Dan het volgende hoofdstuk. Hier doe je dezelfde handeling. Daarvoor kun je op het toetsenbord de toets F4 gebruiken. In tabblad Start de tekens weer zichtbaar maken. Dit is toegevoegd met F4. F4. Weer F4, enzovoorts. Het kan heel snel. En zo doe je dat.